goed, in de Outback duurtestgarage wil je natuurlijk zoveel mogelijk verschillende modellen hebben. Verschillende landen, verschillende merken, verschillende aandrijflijnen. En ja, een full hybrid als een Toyota Prius hoort daar dan ook hartstikke in thuis. Ja, we hebben de full hybrid. De plug-in versie die komt pas in 2017. Jammer voor de zakelijke rijders, zeg ik er dan bij. Maar goed, de full hybrid Prius. Wat is er dan zo nieuw aan? Nou, de auto is toch wel weer verbeterd ten opzichte van zijn voorganger qua hybride aandrijflijn. Toyota is daar gewoon echt het verst mee. Ze zijn echt het verst met hybrides, dat durf ik wel te stellen. En deze auto staat ook nog eens een keer op een heel nieuw platform voor Toyota. En dat merk je. Sterker nog, er is nog nooit een Prius geweest die zo'n stap gezet heeft ten opzichte van zijn voorganger. Deze rijdt gewoon echt zoveel leuker. Deze wil gretig de bocht om, hij voelt veel lichter aan dan zijn voorgangers. Ja, dat nieuwe platform, dat is echt een goede keuze van Toyota. En je zult ook zien, er komen meer auto's op. De Toyota CHR, de nieuwe SUV, komt ook op het platform. En ja, en als die gewoon net zo lichtvoetig en enthousiast aanvoelt als deze Prius, dan denk ik, ja, dat is echt een goede set. Ja, die Toyota hybride aandrijflijn is natuurlijk zoals we die al jaren kennen, met een 1,8 viercilinder, een elektromotor, een accupakket, gekoppeld via een planetair tandwielstelsel, dat werkt als een CVT. Alleen in deze auto merk je wel dat ook toch die werking daarvan wat prettiger is. Deze is eigenlijk meer op koppel afgestemd en daardoor hoeft de CVT ook minder hard de motor laten werken. En daardoor heb je ook minder het gloeien wat je voorheen had bij veel accelereren. Deze werkt zo erg op koppel dat je eigenlijk dat gaspedaal helemaal niet zo ver in hoeft te drukken. En dan is het toch al vrij vlot. En dat terwijl het gecombineerde vermogen dus lager ligt ten opzichte van zijn voorganger. Die had 136 pk. Deze komt gecombineerd aan 121 pk. En toch is die vlot zat hoor, moet ik zeggen. Maar goed, zo'n Prius, die koop je gewoon om het verbruik. Verbruik, verbruik, verbruik. Je bent iemand die een groen statement wil maken. En dat lukt wel goed met deze auto. Want voor een benzinehybride score je best wel vrij gemakkelijk een mooi verbruik. Met een beetje je best doen kom je in de buurt van 4,0 liter per 100 kilometer. Doe je niet je best, rij je gewoon 130, 135 waar dat mag. Dan zie je dus ook al waardes van 4,3 liter per 100 kilometer op de boordcomputer verschijnen. En die boordcomputer die is heel compleet. Hè? Hij heeft een soort dagboek. Van dag tot dag zie je dus wat je verbruik is. Je hebt allerlei mooie overzichtjes met grafiekjes van je eco-score. En zo ben je dus heel erg bewust met dat verbruik bezig. En ik denk ook dat je in dit soort auto's daar een sport van moet maken. Het werkt gewoon. Je vindt dat gewoon leuk om te zien dat je bijvoorbeeld een score van 88 op 100 hebt. Dat je met accelereren gewoon rustig te werk gaat, dat je de auto veel uit laat rollen. Nog een verschil ten opzichte van de vorige hybride aandrijflijn is het gebruik van puur elektrisch rijden. Die EV-modus die zie je veel vaker verschijnen dan bij de vorige Prius. Hij kan meer puur elektrisch, ook bij hogere snelheden. En ja, daar zit natuurlijk ook echt de winst in. Nou, wat is nou het gunstigste praktijkverbruik wat we op één tank hebben gerealiseerd? Dat is 1 op 22,8. Nou, dat is netjes, maar ik weet zeker dat we als we echt gaan hypermijlen, en we hebben iemand die dat heel goed kan op de redactie, die gaat een hele zuinige rit rijden van het hart van Rotterdam naar het centrum van Amsterdam, of andersom, in de spits. En ik denk dat hij hem wel echt richting de 3 liter per 100 kilometer kan gaan krijgen. Als je echt super je best gaat doen. Want zo'n hybride aandrijflijn, dat komt echt het best tot zijn recht natuurlijk in stadsverkeer en fileverkeer. Want ja, dan heeft hij lekkere volle accu's. Dus die elektromotor, die heeft lekker veel voeding. De benzinemotor, die wordt ontzettend goed ondersteund. En daar zit hem dus echt de winst van zo'n hybride. Want op de snelweg, wat natuurlijk al die lease-rijders de afgelopen jaren met hun Prius hebben gerealiseerd. Op de snelweg heb je toch minder voordeel ervan. Dat is gewoon zo. En toch vind ik het jammer dat de Prius niet meer in die hele gunstige bijtellingscategorie valt. Want ja, al die 14% Priussen, die zijn nu een beetje van de markt aan het verdwijnen, van de zakelijke markt. En ja, hij is nu gewoon 21% bijtelling. En daardoor heeft hij toch een minder groot publiek.
toch, al die Priusrijders zouden toch denk ik versteld staan hoe deze nu rijdt. Want ja, wat ik al zei, het enthousiasme is echt een stuk beter. Hij is echt veel gretiger in bochten. En dat is wel een aangename verrassing. Heb je helemaal niks te klagen? Ja, ik vind het onderstel vrij rumoerig en vanaf de spiegel komt een hoop windgeruis naar binnen. En je moet een beetje wennen aan dat regeneratief remmen. Want als je gaat remmen, gaat hij eerst zoveel mogelijk die accu bijladen. En dan heb je die overgang naar normaal remmen. Dat voel je nog wel. Maar ja, dat is dan eigenlijk ook het enige. Want verder is die Prius tot dusverre een aangename verrassing. Nou, wat gaan we nog meer doen met die duurtester? Nou, we gaan die zuinigheidsrit doen. We gaan toch de ontwikkeling van de Prius door de jaren heen laten zien. Prius bestaat in 1997 kwam hij op de markt, dus hij bestaat volgend jaar 20 jaar. Hij kwam in 2000 in Nederland op de markt. Nou, we gaan alle generaties bij elkaar halen. En ik denk dat dat vrij makkelijk is, want het valt me op sinds ik met deze auto rijd, dat ik toch al iets van 3 keer in 2 maanden een Prius 1 heb zien rijden. Dus ja, die zijn gewoon nog in Nederland te vinden. Dus ja, dat is een makkie. Nou, we gaan toch ook nog een keer een middenklasse erbij halen, want dat is wat Toyota zegt, hè. Deze Prius is groter dan de vorige. Hij valt echt in het D-segment. Nou ja, goed. Laat hij dat maar bewijzen in een test tegen een D-segmenter. Met diesel bijvoorbeeld. Nou, dan is er nog een verhaal wat we gaan maken. En dat is natuurlijk wel het verhaal waar eigenlijk heel veel mensen op zitten te wachten. Dat is de vergelijkende test met de Hyundai Ioniq. En die volgt al heel snel, kan ik je beloven.